Voor mijn 6e verjaardag kreeg ik een paardrijles. En vanaf dat moment was ik eigenlijk gelijk verliefd op de paardensport. En toen ben ik ook op een manege gaan rijden. Er waren heel veel leeftijdsgenootjes van mij. En ja, ik heb gewoon op heel veel verschillende paarden veel mogen leren. Toch wilde ik nog wat meer uitdaging. En mijn moeder heeft vroeger ook altijd paard gereden op de Sylviashoeve in Houten. Daar reed ze carouselwedstrijden. En dat vond ik gelijk heel erg leuk toen ik dat hoorde. En ja, tot mijn geluk eigenlijk bleek dat ze dat ook nog hadden. En toen ben ik in de carousel gaan rijden. En het is heel erg bijzonder om dat in een groep te doen. Wij reden namelijk met een 16-tal. En dan moet je dus met 16 verschillende ruiters moet je één proef uiteindelijk neer gaan zetten. We werden echt een heel hecht team. En het leuke was dat we naast de carousel ook best wel vaak met elkaar afspraken. En dat is echt heel erg gezellig. Want ja, je wordt zo'n hecht team omdat je echt elke week met elkaar traint. En je hebt ook echt een doel met z'n allen waar je naartoe wilt. En eerst hadden we gewoon een oefenwedstrijd bij ons op stal tegen andere groepen. Daarna mochten we een selectiewedstrijd rijden voor het NK. Nou ja, als je dan op een manegepony rijdt, dan is dat natuurlijk best wel bijzonder dat je dan naar de Nederlandse kampioenschappen kan gaan. En uiteindelijk waren we tweede geworden op die wedstrijd. En toen mochten we dus door naar het NK. Dat was voor ons allemaal heel erg bijzonder en we waren allemaal best wel zenuwachtig. Maar juist omdat je met die hele groep samen het allemaal beleeft, heb je steun bij elkaar, waardoor het eigenlijk een stuk beter gaat. En dan neem je toch die spanning bij elkaar weer een beetje weg. En uiteindelijk ging het NK best wel goed. Ik weet niet meer precies hoeveel we zijn geworden, maar de hele ervaring daar en alles wat we hebben meegemaakt, dat was gewoon al heel erg bijzonder. Uiteindelijk heb ik 5 jaar in de carousel gereden. Maar ik merkte dat ik, omdat ik daarnaast geen groepslessen meer reed, dat mijn eigen rijden een beetje stil begon te staan. Ik kon mezelf dus niet heel erg verbeteren, omdat ik niet de persoonlijke aandacht kreeg op mijn eigen rijstijl. Ik vond het natuurlijk heel erg leuk in de carousel, maar uiteindelijk ben ik er toen op dat moment mee gestopt, omdat ik mezelf weer verder wilde ontwikkelen. En ik zocht natuurlijk wel weer een extra uitdaging, dus ben ik toen gaan springen. Ik vond het ook echt ontzettend spannend. Ik denk dat ik nog nooit zo zenuwachtig in mijn leven ben geweest. En de allereerste wedstrijd ging ook niet zo heel erg goed. Ik ben toen van mijn pony afgevallen. En ik merkte wel dat ik best wel het vertrouwen kwijt was toen. Maar toch wilde ik door blijven gaan met die uitdaging. En toen ben ik uiteindelijk op een andere pony gaan rijden. Dus uiteindelijk heb ik daar heel erg veel vertrouwen van gekregen. Ik had een hele goede vriendin van mij. En die had haar eigen e-pony. Toen ze in haar VWO-examenjaar zat, toen zocht ze iemand die haar paard een beetje kon bijrijden omdat ze niet genoeg tijd had. En omdat ik een van haar beste vriendinnen was, heeft ze mij daarvoor gevraagd. Ik vond dat heel erg gaaf, want ik mocht eindelijk vanuit de manegeponygang mocht ik naar de eigen ponies. En dat ik daar dan op mocht rijden vond ik heel erg leuk en daar heb ik ook ontzettend veel van geleerd. En toen ik dat eenmaal dat sfeertje had geproefd, ik ging met haar mee naar wedstrijden, had ik zoiets van oh, dit zou ik zelf ook zo graag willen. Ik wil zo graag mijn eigen paard. Maar ja, dan moest ik wel eerst mijn ouders overhalen. Maar dat bleek toch niet zo makkelijk te zijn. Mijn vader is namelijk heel erg allergisch voor paarden. Mijn moeder had ik al vrij snel overgehaald. Zij ging altijd mee naar de paarden en omdat ze vroeger ook altijd de eigen paarden heeft gehad, wist ze hoe leuk het was en wilde ze mij dat ook mee laten maken. Maar omdat mijn vader heel erg allergisch is, kon hij dus nooit komen kijken en had hij niet door hoe belangrijk het voor mij was. Hij kende het gevoel niet, hij wist niet hoe ik daarin stond. En het is heel erg lastig om dat aan iemand uit te leggen als diegene er niet echt bij is. Want je kan wel een video laten zien, het voelt niet alsof je er echt bij bent en je voelt niet het gevoel. Dus ja, hoe ging ik dat aan mijn vader uitleggen? Ik vond dat ontzettend lastig. En uiteindelijk toen we op vakantie waren, toen heb ik tegen mijn moeder en mijn broertje gezegd, gaan jullie maar eventjes weg. Toen was ik in het zwembad samen met mijn vader en toen ben ik met hem gaan praten van, ja, wat zou je nou doen? Ik zocht iets om het te vergelijken. Dus stel dat mijn broertje werd gevraagd voor een hele goede voetbalclub. Aangezien mijn broertje op voetbal zit, dacht ik, nou, misschien begrijpt mijn vader dat stukje wel. En kan ik het op die manier aan hem uitleggen. Dus toen heb ik het daarmee vergeleken. En heb ik gevraagd wat hij zou doen als mijn broertje naar een hele goede voetbalclub zou mogen. Zei hij, nou, tuurlijk zou ik dat doen, ook al kost het wat meer tijd. En toen zei ik, ja, ik heb nu eigenlijk een soort van hetzelfde dilemma. Dat ik een eigen pony wil kopen en mijn moeder die staat er ook volledig achter. Maar ja, dan moet het wel ook van jou mogen. En toen uiteindelijk heb ik hem daarmee over kunnen halen en zei hij, ja, tuurlijk wil ik dat. Lijkt me heel erg leuk als je daardoor verder kan ontwikkelen. Nou, toen wist ik dus dat ik mijn eigen pony mocht. Ik was echt dolgelukkig.
Toen heb ik gelijk mijn instructrice een berichtje gestuurd en zij kwam een uur later al met een hele leuke pony aanzetten. Van, oh, hier moeten we echt gaan kijken. En het lastige was dat het dus al de tweede dag, pas de tweede dag van de vakantie was. En ik moest daar nog 10 dagen afwachten voordat we naar huis gingen en ik dus bij die pony kon gaan kijken. Nou, het leek echt wel heel erg lang te duren. Ik wilde zo graag naar huis en dat kon ik me eigenlijk niet voorstellen, want ik had heel lang naar die vakantie uitgekeken. Maar ik wilde zo graag bij die pony gaan kijken. Toen we terug waren van vakantie, toen zijn we natuurlijk gelijk bij die pony gaan kijken. Ik was echt meteen verliefd. Ik was erop aan het rijden en ik dacht, wauw, mijn eigen pony, hoe gaaf is dat? Dus toen hebben we hem ook gekocht. Mijn moeder die zei gelijk al wel van, je bent wel een beetje aan de grote kant. Maar ik was zo verliefd op die pony dat ik dat zelf helemaal niet zag. Toen we een beetje hadden geoefend thuis, ben ik ook wedstrijden gaan starten. En al heel erg snel kwam ik tot de conclusie dat ik eigenlijk te groot was voor die pony. Ik merkte het heel erg in mijn punten. Overal op mijn protocol stond er onderaan wat een leuke combinatie. Maar als ik jou was, zou ik overgaan naar de paarden. En dat was wel een heel erg lastig moment in mijn leven. Want ik had eigenlijk eindelijk mijn eigen pony waar ik een hele goede klik mee had. Maar ja, als je dat dan van zoveel mensen te horen krijgt, wat moet je dan doen? Ik vond het een hele lastige keuze, maar uiteindelijk was mijn doel om hoger op in de sport te komen. En ik wist dat ik dat met die pony niet ging redden, dat me dat niet ging lukken. Omdat ik er gewoon te groot voor was. Dus hebben we besloten om haar toen te koop te zetten na 8 maanden. Ja, een hele lastige beslissing, omdat ik natuurlijk echt verliefd was op die pony. Maar ik wist dat ik verder wilde en dat ik daar een ander paard voor nodig had. Heel veel mensen zeiden dus dat ik over moest gaan naar de paarden. Maar ik vond dat ik daar zelf nog niet klaar voor was. Ik had meer tijd nodig en ik vond de ponytijd zo geweldig. Daar reden ook al mijn vriendinnen. Dus toen heb ik ervoor gekozen om een e-pony te kopen. En op dat moment werd ik ook bij mij op stal gevraagd voor het viertal. En dat was best wel grappig, want ik heb natuurlijk daarvoor altijd carousel gereden. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als viertal. Alleen is viertal dan met z'n vieren. Maar het is wel weer echt intiem verwant en samenwerken. Dus dat was heel erg leuk dat dat weer terugkwam in mijn leven. Alleen het hele ding was dat ik dus nog geen e-pony had gevonden. Dus ik mocht wel bij het viertal. Maar voordat ik daarbij kon aansluiten, moest ik natuurlijk eerst wel een eigen paard of pony vinden. En in dit geval was dat dan voor mij een e-pony. Ik had echt een ontzettend leuke e-pony gezien. Ik had er gelijk de klik mee. En toen konden we eindelijk de e-pony gaan keuren. Helaas bleek hier dat hij niet helemaal goed was. En was hij afgekeurd, kon hij dus niet meer mee in de sport rijden. En dat is nou juist mijn doel. Dus deze koop ging helaas niet door. En toen moest ik verder gaan zoeken. Heel snel gingen we weer naar een ander paard kijken. Hier had ik op zich wel een klik mee, maar niet helemaal. En ik had er een paar keer op gereden. We zijn expres nog een keer teruggegaan om het echt goed uit te zoeken. Maar toch had ik er een beetje twijfel bij. En had zoiets van, ja, bij twijfel moet je het misschien niet doen. Dus heb ik hem toch niet gekocht. Maar ik zat wel heel erg in mijn hoofd met het viertal. Want ik had zoiets, ja, de tijd begint nou wat te dringen. En dit is echt een kans die ik heel graag wil aangrijpen. Toen zat ik op sporthorses te kijken. En in één keer kwam er een advertentie van een nieuwe e-pony. Precies met alle eisen waar die aan moest voldoen. En we hebben gelijk gebeld. Het was die dag een hele stormachtige dag. Maar we hadden zoiets, we moeten bij dat paard gaan kijken. Dus het was echt 1,5 file op de weg. Alles stond vast. Maar ik moest en zou gaan kijken. Toen heb ik in de buitenbak heb ik op dat paard gereden. Of tenminste op die e-pony. Dat was Buddy. En ondanks alle storm, er waren vlaggetjes. Het was 1,5 wind. Maar ze was zo braaf. En toen had ze iets van, wauw, dit is gewoon een match. Dit is de pony die bij mij past. En het was zo'n gaaf gevoel. Dus toen ging ik hem keuren. Ik was zo zenuwachtig. Ik kon echt gewoon wel bijna huilen op dat moment hoe zenuwachtig ik was. Ik zat in die kamer bij de dierenartsenpraktijk. En gelukkig kwam toen het verlossende woord dat hij helemaal was goedgekeurd. Ik was zo ontzettend blij. Dus toen werd hij diezelfde dag nog naar onze stal gebracht. En vanaf dat moment moest ik heel erg hard gaan trainen. Want 1,5 maand daarna moesten we de allereerste wedstrijd met het viertal rijden. Dit was op de Utrechtse kampioenschappen. En dat was gelijk de kwalificatie voor de Nederlandse kampioenschappen. Er hing dus ook gelijk best wel wat vanaf. En ik wilde het ook goed doen voor de rest van mijn team. Omdat je natuurlijk, als jij het verpest, dan kan je het voor je hele team verpesten. Dus ik heb in 1,5 maand heb ik heel veel spoedcursussen gehad. Want ik moest schouder binnenwaarts kunnen, ik moest travers kunnen. We reden namelijk in de klasse M met ons viertal.
Maar gelukkig is het allemaal goed gekomen en hebben we toen gestraald op de Utrechtse kampioenschappen. Het leuke is dat mijn vader dus heel erg allergisch is. Maar omdat het op een groot grasveld is, heb ik gevraagd van pap, kan je daar niet voor één keertje komen kijken? Dat zou ik zo leuk vinden, dat je het gewoon een keertje ziet. En omdat ik zo hard had getraind voor het viertal, dacht ik van nou, dat is dan misschien wel een hele mooie wedstrijd dat hij daar kan komen kijken. Voor mij was het heel erg mooi dat alles samen kwam. Mijn vader kwam kijken, die het zelf ook heel erg geweldig vond dat hij ons eindelijk een keer in het echt kon zien stralen. Hij vond het heel erg mooi dat hij erbij aanwezig kon zijn. En voor mij was het ook heel erg gaaf, omdat het gevoel van vroeger weer terugkwam van de carousel. En dat dat allemaal in één keer samenkwam op dat moment. We hadden zo goed gereden op de Utrechtse kampioenschappen dat we kampioen van Utrecht waren geworden. En daarmee hadden we ons dus gekwalificeerd voor de Nederlandse kampioenschappen in Ermelo tegen allemaal andere viertallen. En voor ons gevoel reden we echt niet de allerbeste proef die we ooit wel in de training hadden neergezet. Ik was zelfs al, nadat we de proef hadden gereden, naar de crossbaan gegaan. En toen kwam ik terug en toen in één keer hoorde ik tot onze verbazing dat we dus tweede waren geworden. Ik moest dus in mijn witte rijbroek, die onder de modderspellen zat van het eventingterrein, moest ik nog naar de prijsuitreiking. Maar dat we daar stonden en dat we gewoon tweede waren geworden, ik kreeg een zilveren medaille om mijn hals. Dat moment was zo gaaf dat je dat met je team neerzet. En helemaal omdat ik natuurlijk in anderhalve maand heel snel alles heb moeten leren en dat ik gewoon tussen dat team heb gereden, dat was voor mij echt een ontzettend gaaf gevoel. Tussen de trainingen door heb ik ook gewoon wat gesprongen met Buddy en ze gaf me daarin zoveel vertrouwen dat we ook springwedstrijden zijn gestart. Het was gewoon zo'n gave pony, echt. Ik heb heel veel met haar meegemaakt, maar ze heeft me zoveel vertrouwen gegeven daarin. Maar toen gebeurde er iets waar we heel erg van schrokken. Terwijl Buddy aan het poetsen was, zag ik in één keer dat ze een bult op haar achterbeen had. En ik schrok er best wel van. Toen in één keer zei er iemand vanuit stal, hé, dat lijkt wel op een tumor. Toen gingen de alarmbellen rinkelen en schrok ik heel erg. We hebben gelijk een foto naar de dierenarts gestuurd. En die zei van, dat zou wel eens een sarcoïd kunnen zijn. Ik had op dat moment geen flauw idee wat hij daarmee bedoelde. Maar hij zei dat we 4 keer naar het faculteit moesten in Utrecht, naar de kliniek. En dat hij daar dan ingespoten moest worden met injecties, zodat die tumor weg zou gaan. Ze hebben toen een monstertje afgenomen en gelukkig bleek wel dat het een goedaardige tumor was. We moesten toen 4 keer naar de faculteit om er te laten inspuiten. En daar werd ze toch wel een beetje ziek van. Nou, de eerste week nadat ze was ingespoten mocht ik dan niet te veel rijden. Ik moest heel rustig aandoen. Nou ja, dan had je er 2 weken later eindelijk weer fijn opgebouwd. Dan kon je weer lekker rijden. En dan moest ze weer opnieuw worden ingespoten. Dat was dus best wel een hele heftige periode. Je kon niet fanatiek trainen, we konden niet naar wedstrijden. En ja, we moesten ook maar zien dat het echt goed zou komen. Dus dat was best wel een lastige periode. Maar gelukkig, nadat ze alle 4 de injectie heeft gehad, is het uiteindelijk helemaal weggegaan en zag je er bijna niks meer van. En ze kwam eigenlijk nog sterker terug dan voorheen. Ze liep echt top. Ik wilde me heel erg graag inschrijven voor de kampioenschappen van regio Utrecht in het springen. Dus dit keer individueel. En mijn moeder die zei, weet je zeker dat je dat wil gaan doen? Want het was namelijk bij de Voorruiters in Utrecht. En de keer daarvoor was ik er heel erg hard afgevallen op die locatie. Ik had namelijk een zware hersenschudding op dat moment. Dus dat kwam er ook nog allemaal tussendoor. En toen zei ik, ja, maar ik kan het altijd proberen. Voor mij was het eigenlijk mijn doelstelling om in de top 10 te komen op dat moment. Mijn moeder zei, er zitten zulke sterke concurrenten tussen, het is zo'n groot deelnemersveld. Waarom zou je überhaupt meedoen? Maar ik had zoiets, ik wil dat, ik ga het doen. Ik ga daar gewoon lekker rijden en dan zien we het allemaal wel. Toen heb ik eerst mijn eerste rondje gereden, die was ik foutloos. Daarna mochten we nog een rondje rijden, want als je minder dan 16 strafpunten hebt, mag je ook de tweede manche rijden. En ook die waren weer foutloos, dus hadden we ons gekwalificeerd voor de barrage die dag. Uiteindelijk waren er van de ongeveer 30 deelnemers, waren er maar 3 personen, waaronder ik dus, 2 keer foutloos. En toen mochten we barrage rijden. Ik had als enige een E-pony en ik moest tegen 2 D-ponies. D-ponies zijn veel kleiner, dus die kunnen ook veel korter draaien. Dus ik had zoiets van, ja, ik heb hier helemaal geen kans tegen. Toen ging als allereerste een meisje met een D-pony van start in de barrage. Ze was ongelooflijk snel. Ik dacht, wauw, wat rijdt zij een geweldige barrage.
tot ze naar de laatste hindernis reed. Ze liet hem iets te veel los, waardoor hij er dwars doorheen ging en ze dus een balk had. Toen dacht ik, wauw. Als ik foutloos rijd, dan ben ik dus tweede. Toen moest er een jongen op een D-pony. Ook hij ging heel erg snel, draaide ongelooflijk kort. Maar ook hij tikte er een balk af. Het L-springen, dat is ongeveer een meter. Maar vaak doen ze dan op grote concoursen doen ze de barrage nog net iets hoger. Ik vond het dus heel erg spannend, want het stond best wel hoog. En ik had zo, er kwamen allemaal mensen naar me toe. Zorg dat je foutloos bent, dan ben je kampioen. En omdat mijn doelstelling was in de top 10 te komen, had ik dit natuurlijk nooit verwacht. Dus ik ging echt, ik was zo zenuwachtig, ik kan het gewoon niet omschrijven. Ik zat helemaal te trillen op mijn pony. En ik moest een foutloze barrage rijden. Maar die pony deed het gewoon voor mij. We reden een foutloze barrage binnen de tijd. En toen ging iedereen klappen, iedereen ging juichen. En toen waren we dus kampioen van Utrecht. Toen kreeg ik gelijk een deken om, zo'n hele grote lint om de hals van Buddy. En ja, ik op dat moment besefte ik het me echt niet. Ik was zo ongelooflijk blij. Mijn moeder kwam helemaal huilend naar me toe, omdat ze natuurlijk nooit had verwacht van tevoren. En toen waren we gewoon kampioen en mochten we door naar de Nederlandse kampioenschappen. Op de Nederlandse kampioenschappen hadden we helaas een balkje. Maar het was echt een hele mooie ervaring. En dat ik dat met Buddy heb mogen meemaken, dat vond ik echt heel erg mooi. Ik zou Rome niet zijn als ik niet weer een nieuwe uitdaging zocht. Ik had om me heen wat gehoord van de eventing. En ik had zoiets van, wow, dat lijkt me wel cool. Dus ik ben met Buddy een paar eventinglessen gaan volgen. We zaten toen gewoon in de beginnersgroep met allemaal mensen die dus ook nog nooit eventing hadden gereden. En alle paarden die waren aan het kijken, die weigerden wel een keer. Maar Buddy deed het zo ongelooflijk goed. Ze sprong overal in één keer heen, ze racen door het water. Dat we tijdens die lessen zelfs nog moeilijkere hindernissen mochten springen dan de rest van de groep. En toen ben ik gewoon een keertje een wedstrijd gestart. Eerst hebben we één keer een B-eventing gereden. En toen was het seizoen van de eventing helaas alweer afgelopen. Dus toen kwam de winter eraan. Toen hebben we gewoon lekker springwedstrijden opgezocht. En daarna was het nieuwe eventingseizoen weer begonnen. Dus ik wilde hem opgeven. En ik had op dat moment niet helemaal door dat je dus al heel erg snel moet opgeven. Omdat de wedstrijd anders al vol zit. Dus op dat moment wilde ik me inschrijven voor de B-eventing. Maar die was al vol. Toen klikte ik voor de grap eventjes de L aan. En er was nog wel een plekje. Toen had ik zoiets van, nou dan moet ik dat maar doen. En omdat ik dus al L springen geclasseerd was, mag je al gelijk L eventing starten. Dus toen zei ik tegen mijn moeder, mam, ik heb opgegeven. Ik ga dan en dan ga ik L eventing starten. En ze had echt zoiets van, wat? Ze vond het zelf heel erg spannend. En ik heb er echt moeten overtuigen van, nee, dat komt wel goed hoor, mam. Dus toen ben ik daarheen gegaan met Buddy. Ik vond het zelf wel heel erg spannend. Want er zaten echt allemaal afsprongen in en er lag een boompje voor het water waar we in moesten springen. Dus ik had zelfs wel zoiets van, oké, dat is wel spannend, maar ik wist dat Buddy het wel zou doen, want ze geeft me zoveel vertrouwen altijd. De dag begon natuurlijk met de dressuur. Dat ging niet heel geweldig, maar gewoon prima. Daarna hadden we een foutloos springparcours en zelfs een foutloze cross. Ik had het echt helemaal niet verwacht, maar ze pakte zo goed aan. We waren zelfs nog 2 seconden voor de ideale tijd, dus we hadden geen strafseconden. En uiteindelijk waren we 7e geworden van iets van 30 starts. Dus dat was echt een hele mooie eerste eventingwedstrijd in de klasse L. En daarna zijn we ook doorgegaan met eventingwedstrijden. En elke cross liep ze gewoon foutloos door. Ik wist gewoon dat ze nooit zou stoppen. En dat is wel echt een heel gaaf gevoel als je zo'n paard onder je mag hebben. Helaas zat mijn 18e verjaardag aan te komen en stond ik voor een hele lastige keuze. Ik wilde Buddy heel erg graag houden en met haar lekker verder rijden, maar toch wilde ik heel graag verder ook in de sport. Ik heb met ontzettend veel mensen erover gepraat wat ik nou het beste kon doen. Maar als ik Buddy zou houden, dan zou ik met haar tussen de paarden moeten starten. En dan moest ze ook die afstanden gaan rijden in springen. En dat is natuurlijk best wel lastig als je net niet groot genoeg bent daarvoor eigenlijk. Dus uiteindelijk heb ik toch de keuze gemaakt om haar te gaan verkopen. Zodat ze met een ander iemand gewoon weer lekker tussen de ponies verder kon rijden. En weer even vanaf het begin kon beginnen. En dat meisje heel erg veel kon leren. Net zoals ze bij mij had gedaan. Dus heb ik haar toen te koop gezet. Echt met tranen. Want ik vond het zo lastig. Mijn beste maatje verkopen. Ik had zo'n band met haar opgebouwd. Maar ik wist dat het voor ons allebei uiteindelijk het beste zou zijn. Gelukkig hebben we voor Buddy echt een 5-sterren plekje gevonden in een heel fijn gezin.
met 3 dochters. Dus ze begint bij de oudste. En als die uiteindelijk op haar uitgegroeid is, dan kan ze ook nog naar de andere 2. Dus ze blijft voorlopig heel erg lang in dat gezin. Dat is natuurlijk voor ons heel erg fijn om te weten. En we mogen daar altijd op bezoek komen om Buddy nog eens te bekijken. Dus dat is heel erg fijn. Terwijl Buddy te koop stond, gingen we op sporthorses zoeken naar een ander paard voor mij. Ik had best wel weer een eisenlijst. Maar gelukkig vond ik toen Dance de advertentie. Ik had gelijk zoiets van wauw, dit is hem. We moesten helemaal naar Groningen afreizen. Er was ruim 2 uur in de auto, dus 2 uur heen en ook nog eens 2 uur terug. Het leek echt geen end aan te komen, maar toen we daar eenmaal waren en ik zag Dan staan, toen had ik gelijk zoiets van wauw, wat een mooi paard is dat. Toen zat ik erop en toen bevestigde dat gevoel alleen nog maar nog meer. Het voelde zo vertrouwd gelijk en we deden een sprongetje en hij begeleidde mij daar heel erg fijn in. Het is natuurlijk best wel een groot verschil of je van een pony naar een paard gaat. Een paard springt heel anders. Maar Dance gaf me daarin gelijk al vertrouwen en hij dacht gelijk mee. Dus dat was echt heel erg fijn. Daarna zijn we nog een keer teruggegaan om nog een keer bij Dance te kijken. En wederom bevestigde het gevoel weer en werd ik er heel erg gelukkig van. Toen moest hij natuurlijk nog wel eventjes gekeurd worden. Weer een heel spannend ding. Maar gelukkig werd hij helemaal goed gekeurd en werd hij daarna naar onze stal gebracht. En had ik dus mijn eigen paard. Op dit moment rijden we L1 dressuur. En met Dance vind ik het dressuur gewoon best wel leuk, omdat hij heel erg fijn loopt. Ook rijden we B-springen. We waren op weg naar het L, maar toen kregen we helaas eventjes een dipje. We zijn namelijk verhuisd met Dance van stal. We stonden eerst op een stal waar hij niet zo heel erg veel naar buiten kon. En ja, Dance heeft altijd in Groningen heel erg veel op het land gestaan. Sowieso vind ik het belangrijk dat een paard gewoon lekker buiten kan staan. Maar helaas was er daar niet genoeg plek. Dus zijn we verhuisd zodat Dance wel lekker buiten kan staan. En dat heeft best wel een grote impact op hem gehad. We zijn naar 2 verschillende stallen verhuisd. Eerst hebben we een maand op een andere stal gestaan. Maar daar konden we zelf niet helemaal onze draai vinden. Dus zijn we helaas nog een keer verhuisd. Dat was echt in eerste instantie helemaal niet de bedoeling. En daar kies ik ook helemaal niet voor. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je het gewoon fijn op een stal hebt. En waar het ook heel erg fijn voor je paard is. We gaan ook binnenkort lekker oefenen, crossjes rijden, dus weer de eventing kant op. En ik denk dat Dance een heel belovend, veelbelovend paard is voor de toekomst. Ik wil met dit verhaal vertellen dat je dus nooit moet opgeven. Als je zelf maar genoeg doorzettingsvermogen hebt, dan kom je er altijd. En ik denk dat je er uiteindelijk alleen maar sterker uitkomt.